Hallo, je hebt van Vivile Minecraft deel 2. Ik heb 3 food bars. Yuri is er ook bij. Ja, oh, ja. ik kan niet sprinten, want ik heb nog maar 3 food dingen. En weet je wat ik heb? Nou. Ik heb lekker lamvlees, pak aan. Dan mag ik die hebben. Nee. Maar ik ga bijna dood. Nee, je blijft overleven met 5 hartjes, Joost. Nou en? Je weet niet wie ik... Nou en? In de onderste zit kip. Ja, godverdomme. Wat, kan dat met een stick? Dat wist ik geen eens. Tuurlijk, het is toch hout, Harry? Ja, weet ik veel. Kan ook met een houten pikhouwwiel. Echt? Nice. Ja. Nice. Nice! Nice. Nice! Jack. Oh. Is het al dag? Nee. Het is bijna dag. Nee. Bijna dag. Nee. Jawel. Jawel. Oh, het is dag. Yes, eindelijk. Een huis maken wat een piemel lijkt en zo. Dat is echt mijn opzet. Oh, kijk, we komen uit het gat. Oké, Yuri, wat worden onze objectives? Met ons warme bruine gat. Wat een keeper! Wat? Oh, shit! Ik zag hem echt net op tijd. Die spin valt me ook nog aan, omdat het natuurlijk niet helemaal een dag is. Oké, weet je waar ik dus geen zin in heb? Heb je het overleefd? Kak, ja. Een zombie nog. Ga nou eens dood, het is dag. Kutbeesten. Game zombies kunnen ook helemaal niks. Ze zijn alleen irritant, omdat ze echt veel te veel health hebben. Vals. Hé, hey, kijk, dat is mooi. Nu doen ze geen schade meer aan mijn omgeving. Dat is mooi. Yuri, je moet aanzetten dat keepers zich opblazen. Dat is leuk. Dat is leuk, want dan is het straks zo dat ik het huis uitloop en dat er een creeper staat. En dat jij dan fucking boos wordt omdat ik het hele huis heb gesloopt door een creeper. En dat vind jij leuk, Joost? Vind jij het leuk als vind ik boos heel word? Leuk. Vind Zoek jij ruzie soms? Nee. Oké, mooi. Maar want die kan je namelijk niet anders moest ik ergens anders zoeken. Yeah. Ja, want ja. Ik denk niet dat je het hier gaat vinden, want ik zoek geen ruzie. Nee, en ruzie is ook niet echt iets wat ik kan vinden bij een persoon. Nee, precies. Oké, laten we. Ik ben gras aan het weghakken, zodat we ons mooie huis kunnen bouwen met veel uitbreiding. Kom, help even gras weghalen. Nee. Dit is echt de zware playthrough. Hoe haal je gras weg? Ja, ja. 9000. Het is wunderschön. Wat? Ik heb 6 wol. Ja, dan kunnen we een bed maken. Dat is chill. Dan kunnen we de nacht lekker skip. Wat? Yuri, wat doe je? Niet dat was ik niet. Wel. Heb je bewijs? Ja. Waar dan? Nou, ik heb een forensisch onderzoek gedaan. En jouw vingerafdrukken kwamen op de plaats delict, namelijk mijn mild. Maar wat dacht je hiervan, Joost? Kijk eens. Wow, mis. Oh, hé, daar kwam een kip uit. Ja, dat was mijn bedoeling. Die ga ik opsluiten. Wacht, slaan. Ik heb zoveel skills, dat ik gewoon een 100% gegaan. We hebben een kip opgesloten. Kijk, Yuri. Wat heb je? Zal ik een beweegruimte geven? Nee. Wel, ik ga een beweegruimte geven. Zo. Kip, je mag lekker bewegen. Tjak. Hoe noemen we onze kip? Gerard. Dat heet het paard al, hè? Ik vind het Charol of zo wel. Charol, want het lijkt op Scharol, weet je wel. Oh ja, laten we Charol doen. Of Cheryl, weet je die nog? Van Gooise Vrouwen. Ja, van Gooise Vrouwen. Cheryl. Die vond ik altijd nog. Als hij nu uitspringt, dan dood ik zijn moeder. Nee, godverdomme. Kutkip. Terug. Joost, niet zo rage. Het is maar een spel met blokjes. Come on. Godverdomme, ga erin. Ik probeer hier gewoon Lego te spelen en jij en je wordt helemaal boos en zo. Ja, hij zit erin. Yes. Oké, tak. Hé, maar raad eens wat ik heb. En dit is het kippenhok 9000. Zo. Wow, heb je het kippenhok gemaakt? 9000? Ja, 9000. MLG. Wow. Het is niet geloofd. Ik wil 8 dirt hebben. Okay. Ik heb 29 dirt, pak aan. Zo, kijk, nu kan hij lekker rondscharrelen. Oeh, hey, ik ben een koudtipper, blijkbaar. Oké, kom, ik ga beginnen met het huis. Ja. Waar gaan we het van maken? Van hout gewoon, boeien. Oh ja. Een houten piemel, wat is er beter dan dat? Ja, precies. Oké, doe maar een houten piemel. Ja, maar eerst gewoon vet veel verdiepingen en daarna uitbreidingen naar links en rechts. Oh, ik kan ook al niet meer rennen. Tot voor 3. Ja, ik heb eten nodig. Ja, daar ben ik nu voor aan het zorgen hoor, Joost. Ja, ben je eten aan het zoeken? Die skeleton verbrandt gewoon niet, omdat hij in het water zit. Ja, ik vind het niet zo leuk dat ze nu slimmer zijn. Kijk, voel het gewoon. Ah, en hij is verbrand. Hé, hey, wat? Hij liet iets vallen. Oh, een arrow. Laat maar. Dat is niet zo interessant.
Fuschota! Fuschota! Jij hebt toch nooit Skyrim gespeeld? Nee, maar dat kent iedereen. Als je dat niet kent, dan ben je echt geen... Je hebt geen Skyrim gespeeld? Nee, maar jij bent het liedje niet waardig. Nee, je bent het liedje niet waardig. Of Dovahkiin, Dovahkiin. Oké, ik heb koeien gevonden. En die ben ik allemaal aan het slachten. En stiekem vinden ze het wel lekker. Ja, SM-koeien. Ja. SM-koeien. Ja. Oh ja, ga door. Oh, neem me leer. Oh ja. Daarom droppen ze ook ladder, weet je wel. Ja, daarom hebben ze altijd leer. Wat? Joost. Ja. Wacht even hoor. Doe je. Kijk dit. Ik was met mijn huis bezig. Dit is veel belangrijker. Een konijn? Het is een konijn. Waarom? Omdat. Ik wil terug naar het huis. Waar is het huis? Beetje die kant op. Wat? Waar? Waarom droppen ze ook echt dingen? Mijn huis. Ja, die kant is het op, Joost. Welke kant? Daar, richting die paard. Zo, daar. Godverdomme, ik ben helemaal terug. Ik was net zo'n mooi huis opmaken en dan gaat het weer zo. Ik ben hier konijnen aan het vermoorden, oké? Okay? En ik wil hier... Ja, je bent wel eten aan het zoeken, dat is wel belangrijk. Oh, ik heb raw rabbit. Oh. Ja, jij bent natuurlijk wel eten aan het zoeken, dat is wel, wel belangrijk voor ons overleven. Ja, precies. Moet ik over die hoge berg heen? Ik ben nu letterlijk aan het doodgaan van geen voedsel hebben. Okay, even kijken waar het huis is. Dat is wel een beetje jammer. Ja, ik zie het. Oké, huisje, kom eraan. Zie je, het was helemaal niet zo ver weg. Altijd maar klagen, Joost. Eerst even wat hout nog hebben. Kijk, ik weet dat we een land zijn van azijnzeikers hier zo, maar dit vind ik een beetje... Ja, zo noemen ze dat. Maar ik vind dit wel een beetje overdreven. Joost, ik vind dit geen realistische presentatie van mijn penis. Nee, maar kijk, dat komt Hij kan wel... Oké. Kijk, zeg je dat mijn penis ook niet af is? Zeg je gewoon indirect dat mijn penis ook niet af is, Joost? Nee, jouw penis is wel af, maar onze nabootsing niet. Oké. Okay. Ik timmer even een gat in onze penis. Onze is af in aflevering 9000 of 69. Hey, ik timmer even een gat in de penis. Ja, er moet een deur in. Doe jij dat? Fix jij die shit, dan maak ik hem af. Ik fix die shit. Of eigenlijk, ik ga nu even de furnaas ophalen. Uit hier, uit deze gigantische krater. Nee, want er zit heel veel ijzer in, man. Oh ja, dan moet het wel. 20 en 7 kool. Wauw. Oké, nog één laagje. Dan kunnen we lekker springen in ons huis, dat is leuk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Lekker springen. Lekker springen, ja, ja, ja. Oh, kut. Oké. Ik ben uit het warme bruine gat. Dat is eigenlijk best wel iets wat ik vaak zeg bij dingen die ik doe. Oh, kut. Kut, alweer. Ja. En godverdomme, dat is ook een stopwoordje van je. Godslastering iets. Ja. Hey Joost, come on man. Ik maak gelijk een trap in ons huis. Kijk. Het is alleen nog geen afzijnde trap, dus het gebeurt nog. Oké, en dan nu een dak erop. Heb jij toortjes? Nope. Jawel. Ja, ik heb torges. Ik wist het wel. Torges. Ja. Die lekkere torgies. Lalala. Waarom stekken beds nog niet? Ja. Oh jeetje. Ja, ik kom eraan. Het is donker hier. Wat was dat? Ik moet zo eten, maar dat komt goed. Oké, nou. Ik ga nog even door. Probeer je gewoon wat op te nemen en dan opeens moet je eten? Ja, sorry. Dat is heel professioneel. Ja. Kom Joost. Nu krijg je 3 deuren. Kom, we gaan lekker naast elkaar liggen. Nee, precies. Nu krijg je... Nu heb ik 4 deuren te veel gemaakt. Dus ik 3 deuren kreeg als je eerst van je eerste 1 deur kreeg. Ja, dat krijg je nu, hè? Ja, ja, dat wist ik niet. Oké, Joost, we hebben eerst lam en dan hebben we konijn. Ik heb 1 chest, ja, dat gelukkig, zeg. Mijn hele wereld staat op zijn kop. Oké, ik ben aan het doodgaan aan honger, dus... Dit bed moet even 1, of de crafting table moet ergens anders.
Want je moet natuurlijk naast je bed een kist hebben. Dat moet. Ja, altijd. Zet de kist ergens anders. Als een nachtkastje. Jongen, waarom zijn allemaal dingen zoals hakken nu realistisch? Dat hoort niet. Ja, pot voor drie, hè? Twee crafting tables voor de hipsterheid, zo. Kijk. Hier, Joost. Je krijgt de helft van de opbrengst. Dump echt alle shit even hierin. Wat vind je daarvan? Hey. Ja, die moet je even... Oh, yes. Yes. Yes! Nu je moet een pickaxe kan je gebruiken als brandstof. Dat moet je regenen? Als je even... Zullen we nog een verdieping maken gewoon? Waarom hebben we twee crafting tables? Ja, dat, ik had er twee en ik wil niet onbenut laten. Oké. Okay. Zullen we gewoon trapjes omhoog maken? Heb jij nog hout? Dat is goed. Ja, maar een heel klein beetje. Mag. Oh, ik heb ook een rabbit hide. Wat kan ik daar nou weer mee? Oh, jij hebt trappen gemaakt. Nee, wel ook hier. Anders is het niet cool. Ja, maar ik heb niet genoeg hout daarvoor. Oh. Ik had net genoeg. Oh, nou dan... Kijk, het eerste fundament van ons huis is dit. Wunderschön. Kijk waar de deur moet. Die kunnen we ook al neerzetten. Wacht, deuren. Die moeten aan deze kant. Oké. Okay. En dan in het midden. Ja. Dus dan 1, 2, zo hier. Ik vind galam allemaal mooi. Daar en daar. Oké, okay, en dan... kijk, kom eens naar de bovenverdieping. Ik komt goed. Ons balkon. Kijk, het heeft alleen deuren en één blokje. Oh, wauw. Alsjeblieft. Oh, wow, een iron axe? Ja, mooi. Maar ik heb al zoveel exen. Oh. Oh, wow, wow. Okay, ons kippenhok moet ook uit. Joost faalt in relaties. Een shovel. Oh, cool. Die ga ik ook gebruiken. Zo, tjak, 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 tjak. Ik ga hout hakken voor een ding en dan ga ik een kippending maken. Een kippending. Ja, wacht even. Dan ga ik een kippenhok maken. Fantastisch. Zoveel chickies hier. Er zit flink wat steak in de... Ja. Oké, okay, Joost. Ik denk dat we eerst naar het belangrijkste moeten gaan. Ik ga twee ijzeren broeken maken. Oh, yes. IJzeren broeken. Dan past mijn ijzeren penis goed in. Nee. Ah, wel. Oké. Okay. Okay, wacht even. Hoe maak je een furnace ook alweer? Oh ja, met sticks. Moet ik eerst heel veel sticks maken? Oh jeetje, het wordt nacht. Ah, boeien. Nacht is voor cirkels. Ja. Hoe de fuck maak je hekjes? Oh wacht, we hebben nu bedden, hè? Hoe maak je hekjes? Ik ben het vergeten. Het is nu veranderd. Ze hebben het veranderd zodat je van verschillende soorten hout ook verschillende soorten hekjes kan maken. Het is nu, even kijken, mag ik even wat hout en stokken? Het is voor mij nu twee stokken links, twee stokken rechts, twee in het midden. Ja, ik ga het even proberen, ja? Ja, maar dat is nog steeds dat is hoe het eerst was. Nee, dat is een oak fence gate. Voor mij, oh ja, wacht, het is nu twee links, twee rechts, twee midden volgens mij. Ze moeten echt geen dingen gaan... Ja, het is twee links, twee rechts, twee midden. Twee links, twee rechts, twee... ik snap het niet. Ja, je hebt twee wooden planks links, twee wooden planks rechts en twee stokken in het midden. Oh, ja. Oké, chill. Mag ik wat meer fences? Natuurlijk. Ook offense? Padoemtsch. Sorry. Offense, teken, haha. Hoe zit het met je voedsel? Niet goed. Ik heb je net heel veel gegeven. Nee. Ik heb je net een heel konijn gegeven. Ja, één. Oh, hier is trouwens 10 steak. Daar mag je ook 5 van hier. Oh, daar mag ik ook 5 van? Die heb ik allemaal zelf verdiend, hè, weet je dat? Nou en? Ik heb ze hier gepakt. Komt-ie, hè? Alsjeblieft. Voedsel. Hé, kom, laten we even slapen. Hier, met z'n tweeën in een bed. Oeh, wat romantisch. Zwoel. Oh, nu staan er allemaal... Die hele ding staat... Zwoel. Ja, klopt. Oké. ja, klopt. Oké. Ja. Ik ga fences maken. Ook fans. Dat lijkt op offense. Oh. Nee. Oké, we maken een kippenhok ervan. Is goed. Ik ga even in de mijnen zitten.
Niet in de jouwe, maar in de mijne. Oh, niet in de jouwe, maar in de mijne. Wat een goeie. Ja. Ik wou dat ik zulke goede grappen kon maken. Ja, had je maar de skills. Als je grappen willen leren maken, dan moet je bij Jury van den Berg zijn. Ja, 100%. Ik gebruik gewoon je achternaam, hoe vind je dat? Ja. Nou, dat maakt me helemaal niet uit, weet je dat? Nee, want je bent toch wel bekend. Ja, ik ben echt een bekend... Oh! Een bekend... Oh! Ik heb het overleefd. Wees gerust. Maak je geen zorgen, Joost. Maak je maar vooral geen zorgen. Weet je wat ik echt heel apart vind altijd? Als iemand zegt... ik ben iets aan het doen, maar maak je vooral geen zorgen. Dan gaan mensen zich vooral zorgen maken. Ja, inderdaad. Want echt, want het werkt precies andersom. Ja, als je gewoon zegt... Nou, er is niks. Ja, of wat, als je gewoon echt helemaal niks zegt... Dan is er al helemaal niks aan. Ja, inderdaad. Gewoon maar niks zeggen. Gewoon niks. Ze gaan altijd gelijk helemaal stressen. Ja, inderdaad. Ja, ik kom eraan. Joost. Moet laat je familie toch niet zo in de steek. Ja, wel. Wat familie is gay. Wow. Wow, of fans. Oh. We hebben ze jou geschapen, man. Hey, hoe kan je een fans gate maken? Twee in het midden, twee stokken rechts en links. Oh, zo. Dat laat ze precies andersom. Met de hout en stokken. Ja. Ja, ja. Aardig dat ze dat wel hetzelfde laten. Ja, hè. Fantastisch, hè. Hey, maar... Ja, de aflevering is toch bijna voorbij. Wacht even, dan hebben we alweer bijna 15 minuten opgenomen. Dus. Oh, oké. Okay. Nou, dan doen we zo een pauzetje. Oké, wacht. Ja, en dan nemen we er straks gewoon nog eentje op als het kan. En anders dan morgen of zo. Ja. We hebben in ieder geval... Kijk, we hebben hier een kippenhok. Hoe noemen we onze kip? We hadden toch net al een naam gegeven? Oh ja. Hoe heet ze? Cheryl. Ja, Cheryl. Cheryl de Scharrel. Ja, van kip. Scharrel kip. Cheryl Schal. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Ja, wacht even hoor. Ja, kip moet even springen. Ik wacht. Kip, spring. Springkip. Je moet hem slaan en dan gaat hij wel springen. Spring. Spring. Slaan voor zijn bakkes. Maar niet te hard, want dan gaat hij dood. Nee, daarom. Dat moet niet. Ah, oké. Okay. Nee, hij springt. Yes. Oké, okay, kijk. Nu is het mooi. Kijk, zie je? Nee, ik zie het niet. Ik zit hier helemaal onder de grond. Okay, kijk, man. Nu hebben we een prachtig kippenhok. Dat moeten we in kap laten. Heel even snel de deur eromheen weg, dat extra mooi is. En dan hebben we een mooie... Schoon, wonderschoon. Dan gaan we volgende aflevering. Wat gaan we dan doen? Billen. Jij moet denk ik maar het minder doen, dat is fucking saai om naar te kijken. Dus dan ga ik wel een nieuwe verdieping maken. En dan ik denk dat we ook echt dat flink wat tilballen moeten maken naast onze penis. Ja, inderdaad. Maar dat komt later. Dat worden gewoon verdiepingen ernaast. Oké, okay. Is goed. Okay, bedankt voor het kijken naar onze penis. Waarschijnlijk wordt het vanaf aflevering 6 of zo wordt het al alleen maar monsters spannen. En dan kijken wie het langst kan vechten en zo. Maar goed, dat komt dan wel. Wat? Tot volgende keer. Doei. Oké, doei.